Dit is zo uniek. Dit is zo uniek. Dat ik heel fier ben, ik meen dat echt, van dit verhaal mee te mogen maken. We zijn hier een paar maanden geleden al eens een keer komen kijken. Maar dat was op de middag, zo iets na de middag, 1:30, 2:00. We dachten van, ja, we gaan daar 2-3 uur voor uittrekken. Dus ik dacht van, op een uur en een half, kunnen we pannenkoeken gewoon eten. Maar dat was niet het geval, want wij werden daar zo, alle twee, zowel mijn vriendin als ik, in meegezogen in die verhalen. En vooral beneden dan, de ruimtes met de tv'tjes en de getuigenissen, die ons zo aangrepen, dat we dachten van, wow, maar wij gaan hier niet rondgaan. Op 2-3 uur tijd. En toen gingen we om 4:30 naar boven. En toen zo'n bandje, dames en heren, binnen enkele ogenblikken slaan. Ik zeg, wat mannetjes. En dat was eens zo groot als beneden. Ik zeg, we hebben dat even verkeerd ingecalculeerd. Dus we hadden toen al zoiets van, we komen zeker nog terug. En ik ga dat zobiet nog eens doen. Ik ga dat zobiet om boven zeker nog eens doen. Ik hoop dat we ook met ons verhaal, met een musical, en dankzij jullie, dankzij de pers, ja, de mensen zoiets gewoon hebben van, oh, maar wacht even, een Ellis Island, dat is er ook in Antwerpen. Van deze muren, daar is niks aan gedaan. Dat was nog zo 100 jaar geleden. Hè? Of 100 jaar geleden, 1920. Hè? Als je de ruimte beneden bekijkt, daar zie je ook dus de, ja, waar de mensen stonden aan te schuiven, waar ze zich moesten uitkleden en bij een dokter verschijnen. Ondertussen weer de kleding werd ontsmet en gewassen in grote wasmachines. En dan onder andere kwamen die eruit en mochten ze zich terug aankleden. En dan kregen ze te horen, je blijft hier, je gaat niet op de boot of je mag er wel op. Toen ik daar straks aankwam, ik heb mijn wagen geparkeerd onder Rijnkaai, hier schuin over. En ik stond op de parking en ik denk van, hier lag een Belgenland, hier lag een boot. Hier waren ze, hier verzamelden ze om in te schepen. En als je dan hoort dat dit eigenlijk de bedoeling was van, we breken dat af. Dat staat hier al jaren leeg. Dan denk ik, godzijdank, dat er toch een paar mensen, zoals Philip Heijlen, zoals Ludo van Kampenhout, om het zo plat te zeggen, de kloten aan hun lijf hadden, om te zeggen, mannetjes, maar wacht even. Je moet er toch eens even over nadenken van dat niet te doen. Want anders hadden we dit verhaal nooit kunnen maken. Ze bestaan nu dit jaar 10 jaar, wat erg jong is om, voor een museum. Maar ja, dit is zo uniek. Dit is zo uniek. Dat ik heel fier ben, ik meen dat echt, van dit verhaal mee te mogen maken.